Welkom bij de podcast De Instrumentenkamer, live vanuit Tivoli-Vredenburg in Utrecht tijdens de Nacht van de Viool. In deze korte serie Fiddle Talks spreek ik, Guido van Oorschot, met violisten over hun viool, het repertoire en hun carrière. Tegenover mij in Tivoli-Vredenburg zit Chantel Baumgaard. Chantel, welkom in de podcast Fiddle Talks. Dank u wel. Jij bent al heel vroeg begonnen met vioolspelen volgens mij, op je vierde. Ja. Hoe is dat gegaan? Ik was eigenlijk altijd een eigenaardig kindje. En mijn moeder dacht van, oké, ik moet mijn dochtertje op een les activiteit zetten. En op een of andere manier zag ze een violiste in mij. En toen heeft ze mij opgegeven voor een vioolles op het Kunstturm in Den Haag. En toen werd het mijn eerste liefde. Kijk, hoe oud was je toen? Ik was 4 jaar toen ik begon. Ja. Maar toen je het gevoel had dat het je eerste liefde was? Ja, dat is wel erg vroeg, maar het is mogelijk. Ja. Nou ja, en de meeste violisten die beginnen, die spelen klassieke muziek. Ja. Dat heb jij ook. Zo ben jij ook begonnen. Ja, klopt. Maar ik heb eens eventjes op internet gekeken. Jij bestrijkt nu een enorm breed repertoire. Van Latin en jazz tot urban, tango, pop, licht klassiek. En Casseco? Ja. Hoe ben je er allemaal terecht gekomen? Mijn ouders kregen op een gegeven moment te maken met financiële gebreken. En ik wilde eigenlijk niet stoppen met spelen. Ik was toen, ik denk een jaar of 10, misschien 12 jaar. En ik ontdekte toen YouTube. En ik zag toen ook zwarte jongeren viool spelen in Amerika. En ook verschillende muziekgenres. Dus ik dacht, dit moet ik ook gaan doen. Ja. Jij herkende daar iets in? Zeker, ja. En jij hoorde en zag daar iets in wat je in de klassieke muziek, in de klassieke wereld niet zag. Ja, klopt. Het is, en natuurlijk respecteer ik de normen en waarden van klassieke muziek. Alleen bij andere muziekgenres kan je toch iets meer van jezelf, van je eigen identiteit, kan je creëren. En zo ook in Surinaamse muziek, in tango muziek vooral. Dus het kan echt alle kanten opgaan. Ja, ja, en daar heb je je specialisme van gemaakt. Zeker. Was er een moment dat jij dacht van, ik ga toch niet die klassieke kant op. Ik weet zeker dat ik al die andere genres ga doen. Nou, het is toch stiekem wel een droom van mij. Al ben ik straks 40 jaar om een solo concert te spelen in het Concertgebouw. Dus dat sluit ik niet helemaal uit. Een klassiek concert. Laten we zeggen Tchaikovsky, Sibelius. Of Mendelssohn, ja. Dus dat sluit dat staat ik niet nog op uit. Jouw bucketlist. Ja, zeker weten. Okay. En voor nu geniet ik ook gewoon van alle opdrachten, verschillende opdrachten die ik binnen mag krijgen. Dus dat maakt me ook heel erg gelukkig. Ja. Jij hebt je viool meegenomen, die ligt hier op tafel voor ons. Ja. En wij zitten hier op uitnodiging van het Nationaal Muziekinstrumentfonds, het NMF. Ja. Komt jouw viool daar toevallig ook vandaan? Ja, zeker. Ik was heel lang toe aan een goede viool. Want ik heb altijd, even om het zomaar te zeggen, op een Chinese viool gespeeld. Of gewoon van minder kwaliteit. En ik wilde me toch verder ontwikkelen als violist. En ook tijdens mijn studie merkte ik eigenlijk gewoon dat je met een viool die minder goed werkt, dat je ook minder goed vooruitkomt. Want de motivatie is toch anders als je een nieuwe viool krijgt en gaat studeren. Dus toen heb ik volgens mij een mailtje gestuurd. Dat is een aantal jaartjes geleden. En nog aanbeveling. En toen ben ik in aanmerking gekomen met een prachtig viool van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, waar ik nog steeds veel plezier van heb. Ja, had iemand jou een tip gegeven van je moet daar eens je licht op steken? Ik denk een van mijn docenten op het conservatorium in Rotterdam. Ik denk dat het zo is gegaan. Ja. Je hebt een mailtje gestuurd. Ja. Toen zeiden ze, kom een keer langs. Ja. En toen? Uitleg. Toen moest ik volgens mij nog een aanbevelingsbrief indienen. Je kreeg hem niet zomaar meteen mee. Nee, zeker niet. Je moet wel natuurlijk kunnen laten zien wat je al kan. Of welke richting je naartoe wil gaan. En ik ben er zeker blij van dat het fonds heeft gezien dat ik me verder wil ontwikkelen en dat ze in mij geloofden. Ja. Dus dat is echt een belangrijk punt geweest. Dus daar kwam een soort groen licht, zeg maar. Ja, zeker. Maar vervolgens
komen ze dan met een viool aanzetten of kun jij uit verschillende violen gaan kiezen? Nou, je komt in een ruimte te zitten met verschillende instrumenten of verschillende violen van verschillende vioolbouwers. Dus ik heb er een stuk of 7 mee naar huis genomen volgens mij, want ik kon niet. Ja, ik moest ze even allemaal goed uitproberen. Maar hoe neem je 7 violen mee naar huis, Chantal? Nou, het was heel versjouwen. Van Amsterdam naar Den Haag, ja. In de trein? Ja. 7 kisten? Ja. Nou ja, er was ook een kist met, waar 2 violen in konden. Oké. Okay. Maar ik was, ik wilde gewoon genoeg uitproberen. Ja. Ja. En hoe ging dat dan? Thuis uitproberen. Ik nam er soms 2 mee naar mijn vioolles, zodat mijn hoofdvakdocent kon kijken welke ook goed bij me paste. En uiteindelijk heb ik een keuze kunnen maken waar ik echt heel veel plezier van heb. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, want wat voor viool ligt hier? Het is een viool van de vioolbouwer Jaap Timmer. Ik geloof dat hij zich bevond in, ik weet niet of hij nog leeft, in Deventer, bouwjaar 1993. Oké. Okay. Ja. En wat maakte dat je voor deze gekozen hebt? De warme klank. Ik ben heel erg van, eigenlijk kan je zeggen Afrikaanse muziek, waar ik me ook in verdiep, die houdt heel erg van lage tonen, alles in de laagte. En dat, ja, ik vond dat gewoon zo mooi bij deze. Ik kon het zo meteen terug horen bij deze viool. Dus ik wist het meteen. Ja? Ja. En jouw leraar, docent, was het daarmee eens? Van, ja, dit zeker. Dit is jouw viool. Ja. Maar je zei lage tonen, Afrikaanse muziek. Ja. Heeft Afrikaanse muziek meer lage tonen dan Europese muziek? Ja, het is misschien. Ik heb het heel kort en grof uitgelegd. Maar ik denk. En dan niet om mensen te onderscheiden natuurlijk. De Europese gehoor ligt meer in de hoogte. Ook de melodietjes en de Afrikaanse zangen is meestal in de laagte. En hoe dat zo is, geen flauw idee. Het is gewoon wat het is. En bij die klank heb jij deze viool gevonden. Ja. Ja. Ja, want dat kun je je afvragen. Hè? Jij bestrijkt zo'n breed spectrum aan muzieksoorten. Ja. Moet een viool daar dan ook net iets anders voor klinken of spelen of in elkaar zitten? Of heb je daar een andere strijkstok bij nodig? Nou ja, dit is gewoon wel echt een klassieke viool. En iedere viool heeft een eigen identiteit. En er waren inderdaad ook een aantal violen die klonken net iets hoger of wat dunner. Dus ja, dat is mijn punt eigenlijk. Ja. En versterk je hem ook wel eens? Wel met een DPA'tje, maar deze viool... Wat is een DPA'tje? Ja, een DPA is een speciale microfoon voor de viool. Soms ook voor blazers. Maar als je zo'n prachtig viool goed wil uitversterken, dan is een DPA perfect voor ook zonder schade aan te brengen. Want je hebt ook microfoons voor de viool die klemmen of die bind je om de viool heen. En dan onderdrukt toch het geluid. Dus dat is wel zonde eigenlijk. Ja. En eigenlijk voor de hip-hop en voor de harde muziek of classical muziek gebruik ik echt de elektrische viool. Oh, die heb je ook? Ja. Dat is een... Ja. Aha. Ja. Want deze viool is toch te kwetsbaar daarvoor. Want ik zag... Ja. Ik kom uit de klassieke muziek, hè? Ja. Dus ik heb helemaal geen verstand van urban, bijvoorbeeld. Ja. Kun jij iets urban laten horen, zodat ik weet... Ja. Waar ik aan moet denken. Okay. En het is eigenlijk urban... viool noem ik het maar even, is eigenlijk de zang, de menselijke zang, bijvoorbeeld van Aretha Franklin, zo veel mogelijk imiteren. Dus je hebt te maken met ad-libs, met heel veel slides. En, wat is ad-lib? Ad libitum?
vrij spelen. Ik kan het niet uitspreken. Interpretatie. Ja. Maar ad-lib, dat je wat vrijer met de noten om mag gaan, ja, is dat het? Precies. Ja, precies. En het is een beetje spelen ook met de timing. Dat doe je natuurlijk ook in klassieke muziek. Maar iedere muziekgenre heeft zijn eigen taal. En daar hou je dan aan vast. Ja. Ja. En als ik heel eerlijk ben, Kaseko ken ik ook niet. Oh, ja. Kun je daar iets van laten horen? Kaseko muziek. Oh, oké. Okay. Ja. Dan kun je er dadelijk nog iets over vertellen. Ja. Ja, en klassieke muziek is echt meer ritmisch en hele vrolijke melodietjes en vaak heel erg kort. En wat is de achtergrond van Kaseko? De achtergrond van klassieke muziek. Het is Surinaamse muziek, afkomstig van Kawina muziek. En Kawina muziek is eigenlijk dorpsmuziek of oer-Afrikaanse muziek met veel trommels. Eigenlijk was het begonnen met zang en drums of trommels. En daarna kwam er heel langzame blazers, gitaar bij enzovoort. Ja. En is daar veel muziek voor? Er is heel veel muziek voor. En begin 19e eeuw zijn er zelfs violisten ook geweest die deze muziekgenre speelden. Alleen blazers kwamen erbij, dus de viool had eigenlijk geen stem meer. Ben jij als violist nou een beetje dat repertoire aan het herontdekken? Of? Ja, zeker. Ja? En ik vertolk eigenlijk heel veel klassieke liedjes naar vioolsolo's. Dus Maar daar zijn niet veel violisten, denk ik, in Nederland of Suriname die dat doen, of vergis ik me daarin? Nee, klopt. Dus je bent een soort pionier. Ja, daarin. Zeker. Ja. En dan helpt ook weer die wat diepere klank van de viool die je hebt? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Jij geeft ook les, volgens mij. Ja. Geef je ook in dit soort muziek les? Ja, je hebt af en toe wel leerlingen die met een verzoek komen om lettermuziek te spelen. Dus dan, ik behandel wel de basistechnieken en daarna ga je repertoire opbouwen met de kinderen. En dan op hun niveau. En ja, de lessen zijn heel erg vrij bij mij, maar ik heb ook wel leerlingen die zeggen, juf, ik wil echt toch wel de klassieke richting op. En dan probeer ik zo ver mogelijk de basis goed daarin te krijgen en dan kunnen ze eigen weg kiezen naar andere docent of als ze een vooropleiding willen doen. Ja. Ja. En als jij treedt geregeld op, hè? Je gaat hier vanavond tijdens de Nacht van de Viool ook optreden. Ja. Op wat voor plekken speel jij zoal? Ja, ik speel best wel. Ja, ik heb ook wel een aantal keer op Concertgebouw gespeeld. En dat zijn verschillende projecten. Toevallig het laatste project was dan ook van klassieke muziek in concert. En ja, heel veel gelegen, zoveel. Ik weet even niet waar ik moet beginnen. Maar ook in clubs, in disco's, in cafés. Cafeetjes, disco's, huwelijken of huwelijksaanzoeken. Voor alles en nog wat, voor de klas. Ja. Overal. Ja. Ja. Nou spreek ik meestal met klassieke violisten. En die hebben het dan wel eens over hun haat-liefde verhouding met de viool. Ja. He, soms dan doet hij wat je wil en soms op bepaalde dagen stribbelt hij tegen. Heb jij dat ook? Herken je dat? Ja, ik heb dus gisteren mijn viool teruggehad, omdat ik had dus eerder naar de onderhoud moeten gaan. En door de droogte in mijn woning was dus eigenlijk de toets een beetje gaan loslaten. Dus dat is weer gefixt gelukkig. Alleen dat zijn toch wel de dingetjes waar je heel goed moet op letten en niet onderschatten. En dan is de klank in één keer anders en dan schrik je wel even van. Dus dan moet je goed gaan kijken van wat is hier aan de hand. En dan kom je erachter dat de toets loslaat. Nou ja, ik wist dus niet dat het lag aan de toets. Maar dan daarvoor ga je naar de vioolbouwer. En dan ontdekt zij het en dan gaat ze daar wat aan doen. Dus je moet wel echt zuinig zijn op de instrumenten die je krijgt. Ja. En heeft jouw viool een naam, een bijnaam? La Tosha. La Tosha. Ja. Waar komt het vandaan? Dat is mijn tweede naam en dat is mijn alter ego. Chantel La Tosha Baumgart. En wat voor alter ego is dat? Heel eigenwijs.
eigenzinnig, avontuurlijk, brutaal. Toch wel nieuwsgierig. Dus ik wil altijd leren. Nog meer leren. En een gevoelsmens. Dus ja, heel erg op gevoel, intuïtie, spelen. En vooral mijn improvisatie is ook zo voor gedeelte opgesteld. En, ja. Nou, je weet dat al die beroemde oude violen, die houden die bijnaam. Hè? Dus als deze op een dag teruggaat naar het NMF, dan dring jij erop aan van in de archieven moet wel staan dat het de Latosha is. Ja, precies. En raak je langzaamaan toe aan een nieuwe viool of is deze voorlopig nou, perfect? Nou, ik vind deze perfect. Ja, het is echt mijn liefde. Mijn tweede liefde. En je eerste liefde is een menselijke liefde, neem ik aan. Ja. Ja. Oké, Chantel, dankjewel dat je hier was. Want jij gaat straks nog optreden. Je moet je gaan concentreren. Maar ik heb veel van je opgestoken. Ja, dank u wel. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van Fiddle Talks.